In juni zorgen de heerlijk zoete geur en het zoemen van de bijen voor een bijzondere gewaarwording onder deze boom. Ecologisch gezien is het een erg belangrijke soort van bossen met linden kennen een hoge biodiversiteit. Ja, de linde, dit is wel een heel mooi exemplaar. En die heeft de ruimte gekregen om zo mooi breed uit te groeien. Het is wel een heel apart zaagtuin. Ja. Eigenlijk kan ik het niet omschrijven. Dit is ook meestal een kenmerk of die hier wel of niet plukjes haar heeft. Plukjes haar? Ja, haren in de nerfoksels. Haren in de nerfoksels. Kijk maar, die heeft... Ik zie het maar. Dat kan ook een kenmerk zijn, maar dan moet je wel een boekje erbij hebben. Het is een mooi blaadje. Ten slotte... Er zijn hier alvast twee foto's van de esdoorn en de es. Daar gaan we de volgende twee weken langs lopen en die bekijken. Kijk maar eens of je die ook bij je in de buurt kan vinden. Als je nog meer wil weten, kijk dan even op de website of mail naar coördinator@odensehuis.nl. Of bel naar ons nummer. Veel plezier.